Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Het is weer zover. Wij gaan weer even lekker stoken voor jullie. We hebben hier een mooi pakketje ontvangen en die gaan we even openen. Er zitten wat leuke dingen in. We hebben ook vuurwerk bij ons, dus dat gaan we ook gelijk even afsteken. We gaan er ook wat van weggeven, maar ik laat jullie even precies zien hoe of wat. Hebben we een sleutel? Oké, gaan de tape eraf halen, joh. Nou, hier. Moet je kijken, jongens, hoeveel aanstekers wij nu voor oud en nieuw hebben. Holy shit, gast. Dat gaan we ook weggeven. In Duitsland en zo, maar dit is een beetje de laatste lading die we hebben ontvangen van mijn plasma. Dan moet je kijken, maken we ook even open. Dit is de Golden Dragon, die hebben ze weer op voorraad. Heel ziek natuurlijk. Dit is volgens mij dan die Classic of zo. Ja, hier, Classic mat zwart. Vind ik ook een hele mooie. En wat hebben we nog meer ontvangen? Eigenlijk heel veel van hetzelfde, maar... Hier, Sticky. Blauwe stick. Die is wel mooi, man. Die is zeker mooi, man. Kijk hoe flex die eruit ziet, man. Maak hem eens open. Ja, kijk, hier zo. Gaan we ook even mee stoken zometeen. Maar in ieder geval, we geven ze ook weg in Duitsland straks. Want ik ben altijd van het weggeven van deze dingen ook. Maar ook heel veel voor onszelf. Wat hebben we hier eigenlijk? Ik ben benieuwd of er wat nieuwe bij zit. Oh, dit is de zwarte. Het is mijn favoriet, zoals de meeste mensen wel weten. Die ga ik niet laten zien. Jullie weten onderhand wel hoe die eruit ziet. Maar kijk, nieuwe verpakking. De zwarte stick. En hoeveel hebben wij er, man? Ik zweer, hoeveel zou dit er zijn? Moet ik dat vertellen? Een stuk of 15 of zo. Precies. Ik zou zeggen, haal er maar uit. Ja, we gaan het even eruit halen. Jullie kunnen er nu nog bij zijn. Als jullie nu bestellen, dan krijgen jullie nog zeker met kerst binnen. En wat is nou het voordeel hiervan? Er zit altijd een oplader bij. En hij is windbestendig. En ik weet ook dat heel veel mensen die zeggen, ja, ik ben een fan van gasbranders. Maar dit is ook chill. Waarom? Wij leggen deze altijd in de auto. En ja, wij zijn heel erg slordig op het meenemen van aanstekers. En dan hebben we altijd een alternatief. Hier staat een kortingscode in beeld. En als jullie nu nog bestellen, hebben jullie hem voor kerst in huis. En dan weten jullie zeker dat je met oud en nieuw ook met zo'n eentje kan afsteken. Hey, kijk dan. Epic Shock. Oh, die hebben een fluitje, toch? Nee. Hey, best een goede knal voor zo'n klein ding. Ja. Aansteken maar. Ja, deze. Nog een keer. Voor die. Oud pijltje. Kijk, hè? Ja, hier. Gewoon best wel leuke dingen hebben we, man. Oh, die blijft zitten, man. Steken we die even af? Ja. Hele oude. Zo. Boom. Lijp, hoor. Ja, toch? Hoe lang zijn die al niet meer verkocht, hè? Echt een jaartje of drie al? Voor de afwisseling. Komt hij weer. Sims al op hem, gek. Dat was hem. Leuke dingen, man, die Romeinse kaarsen. De oude vertrouwde Happiness. Kijk, en deze, die zijn niet zoals de Aldi. Want als het goed is, fluit deze erbij. Ja, klopt. Zoals ze horen. Even deze met de tas. Maar toch zijn die anderen anders, hè? Weet je wat ik bedoel? Ja. Het gilt en dan... Zo, we zijn wel schel, man. Kijk dat rondje hier. Kijk. Stinkt wel lekker weer, hoor. God. Weer happiness. Wel lachen producten, man. Zeker.
Deze zijn echt ziek. Ziek, hè? Wil je er eentje aansteken? Ja. Blas maar. Oh ja, kom maar door. Kom. Wat een knal, hè? Ja, zie ik. Oh ja, plasmaatje. Ja, jij? Kijk, kom maar. Hele boel. Bolen, gek. Oh, in het graf. Dat is jammer. Hang je uit. Doe dat alsnog. Hij doet het alsnog. Zei je dat nou? Ja, let maar op. Hij rookt nog. Ja, hij is uit, man. Wunderkind. Hoppa. Schieten. Harry Potter. Geen glas, geen glas. Nee hoor, zeker. Nee hoor. Schieten. Bang. Harry Potter. Dat was weer die zware illegale Romeinse kaars, jongens. Ja, gast. Wat hebben we nog meer? Fonteinenmix van de Aldi. Dat gaan we ook even doen. Ik zeg je eerlijk, ik vind het wel echt goede fonteinen, man. Jij? Yes. Ja, ja. Zetten we ook even meer. Voor een tientje. Niet te klagen, toch? Zo. Deze kletter, toch? Ja, man. Oh, weet ik niet. Zo. Nee, eerlijk, kijk dit. Is dat er geen voetje onder zit? Zou het zo een Thunderkin kunnen zijn? Hoe heet deze? Ik weet niet. Er zit geen voetje op zo. Ja, ik zag het. Zag die aan zijn? Hou met je hand dan. Wat zei je? Hou met je hand. Nee, joh. Ik was niet verwacht bij dat ding. Kijk, er hoort dus wel een voetje bij. Oh, die is er ook al. Oh! Oh, die is hoog. Holy shit. Ja, rook rondje weer. Maar deze, die waren meer geladen, man. Ja. Oh, jongen, wat doe je nou? Dat is nou in de lucht, jongen. Ah, die ging net hoog, jongen. Yep! Kijk Was eens. Dit? Een zeer gevaarlijke Thunderking van de Lidl. Van Aldi. Een shock. Weer een pakketje van 10 euro, dit. Ja, het harde knetter. Zo. Ah, jongen, wat doe je? Oh, wat was dat? Oh, joh. Boom. Paul. Ja, deze gaan goed knetteren, gek. Die moet nog aan. Stek aan. Ja. Stek aan, hè? Ja, stek aan. Oeh, oh joh. Kijk, 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 kijk. Kijk, kijk. Fontanen stoken. Stoken. Weer niet. Oh joh, kijk hoe ver die spuit. Ja, gaat wel. Nee. Nee, man. Ziek. Ik ben gewoon ongedeerd. Wij zijn even aan het opruimen, zoals we dat altijd doen, terwijl heel veel mensen het niet geloven. We hebben hier nog eentje, man. Nog even doen. Kijk,
Kijk, alsnog met de My Plasma aansteker. Vergeet niet de kortingscode Pyro Team Delft, jongens. Dat scheelt weer geld. En dat scheelt weer geld voor vuurwerk! Voor vuurwerk! Nee, dus deze keer brengen we het even in beeld. Dat dus daadwerkelijk... Nog eentje! Daadwerkelijk willen opruimen. Domme! Wat vuurwerk! En nog één! Oh shit! Wat een fucking idiot, man. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Doe even een like omhoog. Morgen gewoon weer een video. En binnenkort komen er meer stookbeelden aan. Ook vanuit België, Duitsland. Gaan we even gek stoken. Dus ik zie jullie weer bij de volgende video.